Lara is tweedejaars student aan de PABO en loopt stage in groep 8. Bij haar in de klas staan 3 computers, maar die worden weinig gebruikt. Wel mogen kinderen als ze klaar zijn met hun werk erachter om een taal- of rekenspelletje te doen, maar er wordt vervolgens weinig mee gedaan. Lara denkt aan alle manieren waarop ze zelf ICT gebruikt in haar leven. En ze denkt, dat moet toch ook anders kunnen in de klas? Wat moeten kinderen eigenlijk allemaal kunnen op het gebied van ICT aan het eind van de basisschool? Het enige wat leerlingen echt moeten weten staat beschreven in de 58 landelijke kerndoelen, waar ieder vakgebied helemaal is uitgespitst. ICT krijgt maar liefst 7 woorden in de inleiding van de kerndoelen. Omgaan met informatietechnologieën geldt voor alle leergebieden. That's it. Dat laat scholen nogal vrij in wat ze wel en niet doen. Voor Lara is dat te kort door de bocht, want ICT heeft toch al lang zijn meerwaarde bewezen voor het onderwijs. Een verdere zoektocht op internet leert dat het ook anders kan. In België is ICT wel opgenomen in de kerndoelen, als apart vakoverstijgend leergebied. Er zijn maar liefst 8 eindtermen geformuleerd voor de ICT. Om onderwijs hierbij te helpen is daarvoor het Vlaamse diamantmodel ontwikkeld, waarin 6 leerprocesgerichte competenties staan. Dat zijn vakoverstijgende vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen gedurende hun schoolloopbaan en waarbij ICT telkens een meerwaarde heeft. Als eerste presenteren. In het Vlaams heet dat voorstellen. Kinderen moeten leren om informatie aan anderen over te dragen. Bijvoorbeeld door middel van het digibord, maar dat kan ook door het online publiceren op een website of klassenblog, of zelfs het maken van een app op een tablet. De tweede is het zoeken, verwerken en bewaren van informatie. Kinderen moeten informatievaardig zijn. Als ze op internet informatie weten te vinden, moeten ze dat ook weer kunnen verwerken en opslaan, bijvoorbeeld met Google Drive. De derde is het communiceren met elkaar. Bijvoorbeeld via de mail, maar ook met smartphones en sociale media zijn mensen ontzettend veel met elkaar in contact. Kinderen moeten leren om daarmee om te gaan. De vierde is het zelfstandig leren. Het gaat hierbij om het verwerven van nieuwe informatie. Bijvoorbeeld met behulp van een webquest, een serious game of een simulatie kunnen kinderen zelf nieuwe dingen leren. De vijfde is het oefenen. Het oefenen van reeds behandelde stof. Als de leerkracht zijn instructie heeft gegeven, kunnen kinderen zelf aan de slag om dit in te slijten. Bijvoorbeeld achter de computer met behulp van educatieve software, maar ook met speciale programma's aan het digibord of apps op de tablet. En de zesde en laatste is het creatief vormgeven. Leerlingen moeten leren omgaan met audiovisuele middelen, zoals fototoestel, camera en microfoon. En ze moeten hiermee aan de slag kunnen gaan en mooi kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld door het maken van een muurkrant, een poster of een diavoorstelling. Samen vormen dit de 6 leerprocesgerichte competenties en het Vlaamse diamantmodel. Naarmate Lara het model meer bestudeert, komt ze tot 3 grote voordelen. Als eerste, vakintegratie. Vakken worden met elkaar geïntegreerd en ICT is daarbij telkens een prachtig didactisch bindmiddel. De tweede is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn. Het model biedt scholen de kans om na te denken wat ze al kunnen doen bij de kleuters en dat door te trekken naar groep 8. Telkens kunnen kinderen op hun eigen niveau en met relevante ICT-tools aan de slag. En tot slot, het is een prachtig overzicht. Lara ziet nu dat de kinderen in haar stagegroep eigenlijk alleen maar bezig zijn met het oefenen. Dat is op zich prima als dat doelgericht wordt ingezet, maar als dat de enige wijze is waarop leerlingen in aanraking komen met ICT tijdens hun schoolloopbaan, is dat te eenzijdig. Het is de kunst om alle leerprocesgerichte competenties aan bod te laten komen. Gelukkig heeft Lara nog even de tijd om dat te leren.